Welkom bij onze instructiefilm. Ik ga je vandaag laten zien hoe je zelf heel makkelijk mooie krullen kan maken met de stijltang. Wat we allemaal nodig hebben, föhn, een stijltang. Wat ik ook gebruik is een goede hittebescherming om het haar te beschermen tegen de warmte van de föhn. En stylingsproducten voor een goede body aan het haar te geven en om na de hand het haar goed te kunnen fixeren. Je begint op schoongewassen haar en daar breng je de verzorgende hittebescherming op aan. En een product dat de natuurlijke versteviging aan jouw haar geeft. Borstel het even door om de producten goed te verdelen en de klitten uit je haar te halen. Vervolgens föhn je je haar helemaal droog. Als je je haar met je hoofd naar beneden droogt, dan krijg je meer volume. Als het haar helemaal droog is, borstel je het nogmaals door en kun je beginnen met de tang. Je werkt van onder naar boven. Het haar waar je voorlopig niet mee werkt, zet je vast met een klem. Je deelt het haar op in plukjes. Hoe breder de pluk, hoe grover de krul. Het is belangrijk dat je de tang niet te hard inknijpt, anders kan je geen draaiende beweging meer maken. Je draait de tang naar buiten toe om en brengt de tang geleidelijk aan naar beneden. Voor een gladde krul kun je het haar zo laten. Als je het leuk vindt om een wildere krul te krijgen, kan je ondersteboven wild met je hoofd heen en weer schudden. Terwijl je dat doet, gebruik je een goede haarspray. Nu heb je gezien hoe makkelijk het is om krullen te maken met de stijltang, dus ik wens je veel succes!